Hola jongens, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en ik ben geheel aangekleed omdat ik met Jeremiah naar de bioscoop ga. We got a mom and son date. Hij wil heel graag, hoe heet dat? The Bad Guys zien. Dus dat gaan we vandaag lekker doen. Hij heeft vakantie. Dus ja, en ik ben lekker vrij. Dus that is what we gonna do. Mijn outfit for today. Ik heb mijn leren blazer aan van de Zara. Best wel buiten adem. Wauw. Ik heb gewoon deze Guesstos. En ik heb zo een hele jumpsuit aan van AliExpress. En ik heb mijn Balenciagas aangedaan. Ik had net mijn Yeezys aan, maar ik was uiteindelijk die Yeezys al zat. Dus heb ik ze gewoon omgewisseld. Maar goed, we gaan even snel met de Uber. Want we zijn een beetje laat. Nou, een beetje heel erg laat. Het begint om 3:30. En het is nu een paar minuutjes voor 4:30. Dus, en die Uber duurt nog iets van 7 minuten. Dus you guys, ik hoop dat we het halen. En anders moeten we hem maar verplaatsen naar een andere dag. Jullie zien het zo wel. Let's go! Yeah, I'm outside in an AMG, right outside, TT, two turn baby girl, you know me, still with the dogs that I grew beside, all the niggas around me, invited, got a bunch of time. Nou jongens, we zijn super laat voor de film, we mogen er niet meer in, maar we hebben onze kaartjes verplaatst naar vrijdag. Dus vrijdag, dan gaat deze kleine man. En dan gaat hij wel zijn film zien die hij zo graag wil zien. Nu kijkt hij zuur, maar we gaan, hij gaat pizza eten en ik ga pasta eten. Is er niet andere dingen dan? Nee. We gaan alleen pizza pakken. Ik wil eten, mama. Konijntje. Oké, eet smakelijk. Jongens, we zijn inmiddels een paar uren verder en ik ben nu met mijn zusje. Hoi. Ik zou bijna iets vervelends zeggen over haar, maar dat doe ik niet. Maar goed, we gaan nu naar het feestje van mijn peetzusje. We zijn een beetje laat, maar dat maakt niet uit, want we gaan alsnog. En het duurt tot 12 uur. Dus ja. Heb je er zin in? Ik heb hartstikke veel zin in, hoor. Het is een house van feest. Is wel waar. Maar goed jongens, dat is dus de planning. En ik weet niet of ik nog iets ga doen voor Koningsdag, but we will see. Heb jij nog iets te zeggen? Nee. Because you're boring! Mm. Maar ja, ik moet jullie wel zeggen, ze ziet er echt cute uit vandaag. Echt cute. Ik geef je flowers today. Goed, we zijn onderweg zo. Hallo jongens, het is Koningsdag. En het is trouwens de avond. Want... we hebben parkeer gevonden. We hebben parkeer gevonden met heel veel moeite. Maar goed, het is trouwens de avond omdat ik dus natuurlijk moest werken vanmorgen. Maar nu gaan we lekker feesten. En ik ben met Rosabella, zoals jullie net al zagen. En we wachten op Larissa en Valerie, want die moeten ook nog een parkeer vinden. Denk je dat iemand in die auto zit of zijn ze gewoon hun licht vergeten uit te doen? Nee, die deur staat. Goed. Wij gaan naar Paradiso. Daar is een Afro... Rosa, mijn tas is nog in de auto. Daar is een Afro House feestje. So, you will see. Hello, jongen.
donderdag en ik ben nu bijna bij mijn moeder. Het is inmiddels ook al avond, maar ik was de hele tijd thuis aan het niksen, lekker luier in mijn bed. Dus vandaar. Want ik ga nu kijken wat mevrouw Waterberg aan het doen is en wat mijn kindje aan het doen is. Waarschijnlijk is Jeremiah gewoon buiten, want het is wel lekker weer. En mijn moeder, ja, die zit waarschijnlijk gewoon binnen. Ik hoop dat ze gekookt heeft. Maar als ze niet gekookt heeft, dan ga ik gewoon ergens eten. Ik lust echt heel erg mac and cheese, volgens mij. Jullie gaan echt denken van dit kind wil de hele dag eten. Maar ik lust echt mac and cheese. Jullie zijn in mijn mond. Alleen mijn mond zien jullie. Ik moet het even goed zetten voor jullie. Ja, ik lust echt mac and cheese. Dus als mijn moeder, als ze niet heeft gekookt, dan ga ik naar... Hoezo heb ik zoveel geheugenverlies? Wat is dit? Hoe heet die plek? Ik ga daar zo vaak heen. Ik kom even niet op de naam. Maar dan ga ik daar naartoe. En jullie zullen het wel zien. Alleen moet ik even kijken wie ik met me mee kan strikken. Ga je rijden binnen? Ja, ga je rijden binnen. Nou jongens, mijn planning is veranderd hoor. Deze mensen willen opeens... naar de kermis. Wat wil jij zo naar me kijken, Trusanti? Nee. En opeens ben ik de persoon die ze naar de kermis moet brengen. Maar goed. Daar. En ik heb nog steeds niet gegeten, hoe het er ook niet gekocht. Dus ja, we gaan even kijken wat we daar ergens gaan eten. En de kermis is trouwens die oude kerk. Die raam. Maar vandaag is de laatste dag, dus ja. Tweede raam achter. Maar goed. Dus die naar achter. Nou jongens, kijken jullie eens even een paar pechvogels. Maar deze mensen wilden naar de kermis. Maar de kermis is klaar. We waren veel te laat. Even kijken tot te laat. Die scherm is uit. Ik kon gewoon hier mijn auto zetten. Ze zouden niet kunnen checken. Oh. Ja, de kermis is afgelopen. We waren te laat. Mijn moeder heeft te lang lopen slapen. Waar is die weekje met mijn Sibibi? Dus ja, nu gaan we gewoon even hier in Amstelveen aan de McDonald's bij Starthart. Ik wil geen McDonald's eten, dus ja, zo zien jullie maar hoe ze in mijn planning gaan. Maar goed, het wordt Mackie. Still with the dogs that I grew beside. All the niggas around me, invited a guy. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I'm outside in the AMG, right outside. Two-turn, baby girl, you know me. Who am I? All the niggas around me, fight and die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. Two-turn, baby girl, you know me. Ze horen je waarschijnlijk niet eens. Want het was te laat. Niet zo schreeuwen. En daarna. En nu gaan we naar de auto. Gaan we richting huis. Ga ik mijn moeder vragen wat hij mijn playstation kan doen. En dan ga ik wat taart eten. En dan ga ik weer de phone spelen. Nee, helemaal niet. Jawel, mijn playstation. En jullie wat de phone is jarig. Jongens, we lopen naar de auto. En we spreken jullie zo. Zo jongens, ik ga eindelijk met jullie praten. Want net was ik echt... we waren aan het lopen, dus ik kon niet echt goed praten. En ik weet ook niet of jullie me goed konden horen. Maar ik heb het ook nog niet gecheckt, dus... Ja, het is vandaag vrijdag. Zoals jullie al hadden gezien. En vandaag hadden we die film dus. We waren woensdag te laat, maar toen had ik het verplaatst naar vrijdag. Dus vandaag ging ik wel lekker naar de film. En Jeremiah heeft genoten. Ik ben daarna ook even met hem naar de drie graafjes geweest.
hebben we een lekkere taartslicer gehaald. Hij heeft een Red Velvet, laat me jullie wijzen. Jeremiah, moet je echt al dit geluid maken? Hij heeft Red Velvet. En ik heb... een regenboogtaart. Wait. Yummy. En toen de drie gratis binnenkwamen, zagen we heel toevallig een dame en nog twee jonge meiden. Of waren het drie? Ik weet echt niet meer, maar goed. En die keken heel toevallig naar mijn vlog. En toen we binnenkwamen, keken ze al. Maar ik dacht echt van, oké, misschien kijken ze gewoon of ik iemand was die ze kende of zo. Maar toen zei ze van, ja, we kijken je vlog, vandaar dat we zo kijken. Dat is echt grappig. Maar ja, ik kom steeds vaker mensen tegen die mijn vlog kijken. Dat vind ik echt super leuk, guys. En ik vind het echt tof van jullie dat jullie me ook gewoon aanspreken. Dus ook al is mijn gezicht niet altijd even happy. Want mijn gezicht, ik weet het. Maar ik ben gewoon vrolijk, dus je mag me altijd aanspreken. Anyway, dat was even weer leuk. Nu... jullie zien me met voor alles bezig zijn, sorry. Ik ben even snel naar de winkel geweest om een paar kleine spulletjes te halen. Dus dat ben ik nu aan het opruimen. Maar ik ga nu gauw bruine bonen maken, want ik lust echt bruine bonen. En ja, dat. Ik blijf voor de rest vandaag lekker binnen, because I don't have the energy today. Maar goed, ik pak jullie straks weer bij. Hey jongens, het is inmiddels al zondag. Het is de laatste dag van deze week. En ik heb gisteren niet gevlogd omdat ik gisteren lekker de hele dag thuis was aan het luieren. Maar goed, het is nu 1:15 en ik ben al geheel klaargemaakt om dat mijn neefje vandaag jarig is en we gezellig gaan bowlen. Ik moet alleen nog mijn brood opeten. Want ik heb nog niks gegeten. Ik heb een lekkere tosti met salami. En... wil jij nog iets drinken? Heb je al drinken gepakt? Ja, pak je. Oké. Ja. Dat. Ik ga nu maar al mijn schoenen aan doen. Ik ga mijn tosti gewoon meenemen in mijn auto. Want ik moet ook nog mijn andere neefje ophalen in Amstelveen. En daarna gaan we mezelf bowlen. Ik ben heel blij, want ik heb nog niet van download. Oh, we hebben hetzelfde aan trouwens. Wat is download? Hoe vaak moet ik dat zeggen? Gewoon download. Jeetje. Zo jongens, ik ben weer thuis en het was gezellig voor de kindjes, maar ik moet jullie zeggen, bij kinderfeestjes echt helemaal zat. Like, kinderen luisteren niet, ze zijn druk, ik kan niet, het zijn allemaal te veel prikkels en ik raak de laatste tijd echt heel snel geïrriteerd. I cannot, echt waar. Maar goed, ik ben nu lekker thuis, ik ga even lekker bijkomen. En dan ga ik de douche in. En ja, dat zie ik verder wel. Maar goed, Jeremiah is volgende week ook jarig. Dus dat gaat weer een heleboel prikkels zijn. Ik hoop echt dat ik die week gewoon goed ga overleven. Maar ja, jullie zien volgende week wel wat we allemaal gaan doen. En voor deze week wil ik jullie
weer bedanken voor het kijken. En mocht je het een leuke video vinden, vergeet niet die like button te drukken. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video.